Hallo, ik ben Jonathan en ik ga vandaag vuurwerk maken samen met mijn assistent Maarten, die filmt. Wat heb je nodig? Je hebt een grote kom met water nodig, aarde, plantaardige olie, een beker, vloeistof, twee soorten vloeistof en een potlepel. Wat ga je eerst doen? Je gaat water in de kom doen natuurlijk. Daarna ga je een beetje plantaardige olie in je beker doen. Dan pak je de vloeistof. En probeert hem open te krijgen. Doe er een paar druppels van de vloeistof in. De mijne is nu bijna leeg dit. Zo. Dan pak je de andere vloeistof. Je kunt het ook met meerdere kleuren doen wel. Maar dat moet natuurlijk niet. Oké, dan pak je je pollepel en gaat dat door elkaar roeren. Dan krijg je dit. Nog een klein beetje bijroeren. En daarna giet je, zet je je papier achter en giet je de vloeistof die je gemaakt hebt erin. En wat krijg je dan? Een vuurwerk. Je zult het wel zien. Dit is wat je krijgt als je probeert vuurwerk te maken. Als je nu goed kijkt, zie je dat er een paar precies paddenstoelen aan het openen aan het gaan zijn. En daardoor krijg je precies vuurwerk, maar er zullen er nog meer open gaan. Dat was dan vuurwerk. Dank je assistent Maarten voor het filmen.